gordel eruit. Oké, we gaan het halen. We gaan het halen. Oh my god. Ja, 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 ja. Hallo, met wie spreek ik? Met je baas. Oh, hey baas. Wat kan ik voor je doen? Het is de baas. Ik heb een gloednieuwe missie voor je. Je hebt een nieuwe missie voor mij. Maar mijn laatste missie was super lang geleden. Dat klopt inderdaad, mijn jongen. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik wil dat je eerst moet gaan oefenen voordat je naar deze missie stuurt. Maar slaat dat nou weer op. Dus voordat ik deze missie bestart, moet ik eerst weer trainen. Moet ik eerst weer goed worden. Kan ik niet een tutorial of zo vinden dat wij kan inbreken? Kan dat niet of zo, baas? Ja, dat mag ook. Oh, dat mag ook. Voor ons allemaal verschillende soorten video's die je eventueel kunnen helpen. Ik zie hier eentje van de politie. Openbreken forceren. Laten we daar eens naar kijken. Misschien is het dan super makkelijk voor mij om straks even een deurtje open te krijgen. Openbreken of forceren van een deur of kozijn komt veel voor. Ja, dames en heren, dat komt veel voor. Hoe gaat mij dit helpen? Moeten we gewoon letterlijk de deurklinker afhalen? Lijkt erop van wel. Dit gaat mij sowieso helpen. Dit laat mij de missie slagen. Baas, ik ben er klaar voor. Want mijn naam is Agent 8008. Het is vandaag weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Sneak Thief. Er is dus een nieuwe map uitgekomen. En ik ben zelf super benieuwd wat voor map dat is. Wat voor missie krijgt agent 8008 deze keer? Druk op level selection en ik zie hier een map, The University. Very hard. Nee, dit kan ik niet. Dit kan ik niet. Nee, daar ben ik veel te slecht voor. Ben is niet bang, mijn jongen. Jij kan het. Wie ben jij? Dat doet er niet toe. Ik geloof in je. Stemmetje in mijn hoofd geloof me dit. Dus we gaan er gewoon voor. Dus ik ga proberen in te breken bij de university. Ik kan het, want mijn naam is Agent 8008. Hey, daar zijn we dan. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel we deze keer moeten stelen. Laat het alsjeblieft niet te veel zijn voor deze meneer. We gaan eventjes kijken. Hoeveel moeten we stelen? Je moet 5 miljoen stelen? Dit kan ik echt niet hoor. Dit kan ik echt niet. Er is geen portie. We moeten dus proberen 5 miljoen te stelen. En we moeten goed uitkijken. Ik zie daar al lasers. Waarom nou weer lasers? Waarom nou weer lasers? Laten we gewoon... Wat? Ik ben meteen al gezien. Wie heeft mij gezien? Ah, daar zit al iemand op mij te schieten. Goed begin, hoor. Goed begin. Ja. Dit doen we dus eventjes opnieuw. We gaan gewoon eventjes meteen doorlopen. En we doen de deur open. Oh shit. Gelukkig heeft die dude mij niet gezien. Maar wat ik als eerste eventjes ga doen is de deur hier dicht doen. Zodat die andere dude mij niet ziet en dat hij mij niet afmaakt ofzo. Wie hebben we hier nou liggen? Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben agent 8008. Ik moet 5 miljoen stelen. Moet je 5 miljoen stelen? Waarom nou weer? Je bent toch een geheim agent? Maak dat niet jou een dief? Fair enough. Laten we eens kijken wat we hier allemaal kunnen stelen. Ik zie hier een computer. We hebben al 500. Oh, echt superveel. We hebben een wapen vast. Wel slim als we die wapen hier gaan gebruiken. Laten we eens kijken wat we hier allemaal... Oh nee. Daar is al iemand. Daar zit iemand. Hé, ik schiet meerdere malen door je hoofd heen. Goed zo. Oh my god. Ik denk dat het beste is als we toch wel eventjes een wapentje meenemen. En wacht even. Ik zie hier een gat. Oh my god. Dit is chill. Dit is echt super relaxed. Chill namelijk super veel tijd. Waarom zie ik hier zoveel dode mensen liggen? Ik ben nog niet dood. Wacht even. Ik zag daar iemand lopen. Dat vertrouw ik niet meer. Maar ik zie hier wel een handgranaat. Kan ik die ook oppakken? Kan hem oppakken. Maar hoe gooi ik die handgranaat? Dat is weer nergens uitgelegd. Maar wat zal er gebeuren als we deze deur hier eventjes openen? Wat zie ik daar? Wat is dat daar? Oké, laten we even kijken wat we hier kunnen vinden. Daar staat iemand stil. Kunnen wij alvast naar binnen? We kunnen naar binnen lopen zonder dat mensen mij niet zien. Oh, we gaan hier even bukken hoor. Hou toch stil. Maar wat hebben we hier? Is dat een lever? Het is volgens mij een lever. Dat zal een goed begin. Ook al heb ik al maar $100 in de pocket. Is hier dan misschien nog ergens wat we kunnen stelen? Daar is weer een gat. Dus ik denk dat we moeten sluipen door allemaal gaten heen. Maar dan wil ik eerst even kijken wat voor lever dit is. Kunnen we die overhalen? Oh, dat kan. Dat kan. Daar is iemand. Ik zeg niet dat hij hier naartoe komt. Hij komt hier naartoe. Surprise, motherfucker. Iedereen heeft me weer gezien. We zijn dood. Laten we eventjes hier weer naartoe rennen. We doen de deur eventjes dicht. Dit is inderdaad een te lastige missie van agent 8008. Maar ik heb nu een soort van idee wat we moeten doen. Dus we gaan ervoor, jongens. Ja, ja, ja. Hoe kunnen we trouwens die hand... Oh, met G kunnen we een bom gooien. Oh my god, oh my god. Hoeveel mensen kwamen daar? Dames en heren, nu ben ik er officieel klaar voor. Ik ben er officieel klaar voor. Want ik weet namelijk nu wat we moeten doen. Ik zag hier net een soort van schaduw. Als we daar eventjes weer op wachten, dan weten we namelijk wanneer we er langs kunnen sneaken. Open nu de deur. En we gaan eventjes deze lever hier overhalen. En kabam! Nu dat we de lever over hebben gehad, gaan we eventjes kijken waar deze draad naartoe gaat. Oké, we zijn nog niet gezien. Hij kijkt om zich heen. Volgens mij heeft hij wel door dat er iemand is, hoor. Wat is dat daar? Oh my god, moeten we dat stelen? Wat als we daar eventjes heel stiekem naartoe lopen? Nucleair materiaal, een nuke?
En dat is $1 miljoen waard? Oh my god. Dat is zo relaxed. Laten we hier eventjes wachten, zodat die dude straks weer eens langsgelopen. Zodat we er makkelijk langs kunnen lopen. Want ik heb namelijk het gevoel dat we namelijk nog een paar van die nucleaire materialen moeten hebben. Maar dan moeten we onszelf heel stil houden. Kunnen we hier ook ergens langs? Ik zie hier niet meer ergens een gat in de wand. We gaan eventjes hier weer langs. Ik wil namelijk weten wat we net hebben uitgezet. Hier snel langslopen. Oké, we redden. Go, 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 go. We doen de deur dicht. En we survive. We hebben een goede night. Ik ben zo trots op je, Ronnie Boy. Dankjewel, stemmetje, man. Wacht even, hier ligt ook nog een wapen. Maar ik denk dat we het beste kunnen houden bij de shotgun. Wat als we nu eventjes deze kant op sluiten? We gaan eventjes rustig kijken. Niet dat... Wacht even. Die lasers zijn nu weg. Oh, die hebben we net dus uitgezet. Wat als we daar eentje super... Ah! Ik schrok me zonder grappen kapot van die ene dude. Daar loopt volgens mij die dude, als ik het goed heb. Ja, daar loopt hij, daar loopt hij, daar loopt hij. Laten we eventjes hieronder verstoppen. Die gast zal sowieso niet onder deze broodtafel kijken. Maar we hebben nu die lasers uitgezet. Goed gedaan, Ronald. Ik voel dat die dude nu toch wel weg is. Ja, hij is nu weg. Dus wij kunnen nu eventjes kijken wat we hier kunnen vinden. En het eerste wat ik zie is een man die zichzelf heeft opgehangen. Loopbal, maak je Die gas loopt nu daar naartoe, dus wij gaan nu heel snel naar boven lopen. Wacht even, hier is weer een gat in de muur. Wat als we heel sneaky dat ding daar weer pakken, want die zijn namelijk 1 miljoen per stuk waard. Agent 808 is zonder grap de beste geheimagent die er is, hoor. Ja! Maar ik zie daar ook allemaal verschillende soorten diamanten. Ik denk dat dat onze main focus nu niet moet zijn, namelijk. Dus wij gaan nu puur focussen op die nucleaire dingen. Lopen nu eventjes langzaam naar boven. Want hier is sowieso iemand die aan het koenkeloeren is. Laten we deze deur even openen. Wat zien we hier? Ik zie daar weer eentje. Zeg niet dat hier iemand is. Nee, er is gewoon helemaal niemand hier. Hey! Dankjewel, jongen. We pakken deze ook even op. En we hebben gewoon $3 miljoen in de pocket. Nog 2 miljoen te gaan. En mensen bij zeggen dat ik een slechte geheimagent ben. Oh, waar is jullie 3 miljoen dan? Oh ja, die hebben jullie niet. Get right, jongens. En laten we deze deur dan ook eventjes openen. Wat hebben we hier? Sowieso hier is iemand. Daar is iemand. Daar is iemand. Dus we gaan hier eventjes niet naartoe. Ik heb namelijk eventjes geen zin om mensen dood te maken. Dus we gaan eventjes sluipen naar de volgende kamer. Oeh, ik zie hier weer een deur. Wat als we deze openen? Wat zullen we hier zien? Oh! Daar is nummertje 4, hoor. Die pakken we ook eventjes meteen. En we hebben nu gewoon $4 miljoen. We hebben nu gewoon $4 miljoen. Oh, yeah! Ik ben zo trots op je. Dankjewel, mijn meid. Er is nog 1 miljoen te gaan. Maar waar is dan de allerlaatste? Laten we even kijken. Oké, ik zie daar een beveiligd aan. Dus we doen de deur weer eventjes dicht. Die dude vindt het niet raar of zo dat er in één keer een deur open gaat of zo. Ja, weer langzaam dicht gaan. Nee, jongen, dat is toch niet raar? Dat is gewoon de wind. Dat is gewoon de wind. Dan heb ik het gevoel dat hier dan de allerlaatste. Wat zeg, ze hebben me gezien. Hoe hebben ze me gezien? Oké, ik denk dat we moeten sprinten. We gaan super snel deze pakken. Oh my god, we hebben ze nu allemaal. Oké, we hebben 33 leven. We gaan snel op. Nou! Nee, ik had het gehad. Ik had ze allemaal. You died. Je ziet daarboven weer $5 miljoen. Dit is echt pure onzin, jongen. Dit slaat gewoon nergens op. Ze spelen met mijn gevoelens. You died. Ik heb inderdaad door dat ik dood ben gegaan. Maar we weten nu waar al die dingen liggen. Dus we gaan deze deur even openen. We nemen die even mee. 2 miljoen in de pocket. Had ik niet gekund zonder jullie. We openen deze deur. We pakken de derde. Dan hebben we nog 2 nodig. Welke heb ik nu gemist dan? Heb ik beneden eentje gemist? Oh ja, ik heb deze hieronder gemist. Dus we gaan eventjes crouchen. We rennen even langs deze 2 dudes. Ze me niet horen of zo. De rechte dude kan me daar letterlijk zien. Wat is het een mooie dag hè, vandaag? Ja, ik vind het nog best wel rustig. Sst. Stil blijven. Doe even rustig aan. We sluipen eventjes langs hun. En nu moeten wij proberen de allerlaatste binnen. Wat als we hier eventjes crouchen? Waar staat hij? Hij staat daar. Hoe gaan wij dit doen? Wacht, wacht. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Eigen merch eventjes aangedaan. Wil jij ook een geheimagent zijn? Kijk al in de linkje beneden. Ik hoop het nu. Ik heb toch wel een soort van ideetje hoe we dit kunnen halen. Ik heb toch wel een soort van ideetje. Ik was namelijk vergeten dat we die handgranaat hadden. Dus wat we eventjes doen? We gaan eventjes crouchen. Wij gooien de bom naar binnen. Zeg dat dit helpt, alsjeblieft. Oké, nu snel zijn. Nu snel. Oké, we pakken hem snel. Kom op. Niemand. Iedereen is dood hier. Iedereen is dood. Oké, we springen naar beneden. Oh nee. Ze hebben me door. Oh, fuck. Hoeveel mensen staan daar? Dit is echt belachelijk. Dit is zonder grappen echt de moeilijkste level die ze ooit hebben gemaakt. Maar dat houden we niet tegen, jongens. Niet wegklikken. Niet wegklikken. Niet doen, niet doen. Want als jullie dat doen, hè, dan ben ik niet boos. Nee, dan ben ik teleurgesteld. Kunnen we niet eruit kapot schieten? Ja, dat kan ook! Oh my god, we konden gewoon eruit! Oké, we gaan het halen! We gaan het halen! Oh my god, ja! Oh! Je hebt het gehaald! We hebben het gehaald! Oh, ik zei dat ik de beste geheimagent was! Agent 808! We hebben het gewoon gehaald! Wat zeg jij, stemmetje van? Je geboorte was een foutje! Ja, oké, dankjewel voor het wel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het een leuke video? Smash op een duimpje omhoog. Sneak Thief is een leuk spelletje. Maar Sneak Thief is ook super kut.
Wie ook deze trui hebben, link in bio. Zeg mensen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Jullie keken net het Gameportaal. Like deze video, abonneer en comment merg allemaal. Bedankt voor het kijken. Doei zeggen doet mij zeer. Dus lieve mensen, tot volgende keer.